Hier ben ik aan Vogelwaardedorp. Zoals je terug hier ziet, ben ik weer alleen. Allee, het is echt rustig in Vogelwaarde. Maar op het gebied van reizigers hier, laten we zeggen, dagtoeristen die een keer een dag uitgaan naar België en zo, is hier echt weinig. Allee, ik persoonlijk zou niet kunnen thuisblijven een dag. Ik ben gewoon van iedere dag weg te gaan. Ook in het weekend. En ja, als ik een dag maar moet thuis zitten, dan is het toch al lastig, vind ik. Allee, mens, ik ben graag actief. Dus het feestcomité doet hier terug iets voor de jeugd. Dat is wel positief hier in Vogelwaarde. Dat is een feit. Er zijn regelmatig zaken toch voor de jeugd die georganiseerd worden hier. Feestcomité Vogelwaarde NL. Halloween activiteit. En daar is de bus. Nog een halte, mevrouw? Ja, ik heb het er hier uit. Ik zag ook dat die halte opgebroken is. Ah. Ik denk dat we op de parallelweg moeten rijden. Oeh, want ik moest normaal de volgende zijn, maar er is geen volgende zeker. Nee, ja, ik ga hier binnen door. Ah ja, ik ga dan beter hieruit gaan. Ja. Oké, okay, bedankt. Ik ga hier op het hoekje opstappen. En voor terug te keren moet ik dan hier ook gaan? Ja, op het hoekje, aan de andere kant van de weg. Andere kant van de weg, oké, okay, bedankt. Zeker. Ah ja, dank u. Ja, er zijn werken in Kloosterzande en ik stap hier nu uit aan de molen. Normaal gezien moest ik één halte verder zijn. Ik heb een heel vriendelijke buschauffeur. Ik moet zeggen, ik ben volledig alleen, want ja, die bus rijdt maar tot in Kloosterzande. Zoals iedereen weet, ja, je gaat niet naar Hulst. Hey, Hulst is hier 15 minuten vandaan. Ik zeg, ja, zoveel volk komt er hier ook niet in Kloosterzande. Het is niet zoals de stad Gulst natuurlijk. Dus toch wel nog even te voet stappen om tot de MT te komen. Want zoals iedereen weet, dus die nieuwe winkel, of die vernieuwde winkel in Vogelwaarde, Spar, heeft maar een heel beperkt aanbod. Het is een leuke winkel, maar echt heel klein. En zoals babymelk, ja, was ik net vergeten gisteren, moet ik dus nu naar Kloosterzande. Maar het zijn serieuze werken aan de gang. Ja, dat is de eerste keer dat ik hier zo Kloosterzande zie. Volop in de werken. Ik zag de bus moet de hele tour doen. Dus verplicht van een halte er vooraf te stappen. Ja, hier in Kloosterzande, zoals in Zaamstof. Je hebt hier toch wel dat binnenplein. Dat is wel leuk.
Zijn voorwaarden is misschien niet zo geschikt voor verschillende commerciële winkels op een plein. Dat is er ook niet, maar met die kleine spar. En daar bleef het bij. Voilà, de MT. Ja, aardappelen was ik ook vergeten. 3,5 euro voor 5 kilo. Hoe is dat eerst? Nee, 2,5 kilo. Maar die andere mee. De babymelk die we vergeten waren, dus die niet aanwezig is in vogelwaarde. Jammer genoeg. En hier ook een ruim aanbod van babyspullen zie ik. Zoals in de Albert Heijn. Voilà, even nog mini aankopen hier in de MT. Niet veel. En een paar spullen die ik vergeten was. En nog een Frans brood. Voilà, dat was het. Is het passen? Die waar denk ik van je? Voilà, dat was even de MT, zoals je ziet. Een drukke winkel. Het is ook normaal, dat is hier toch voor een 3000-tal bewoners. De MT hier. Maar het is een leuke winkel, het is ook een breed aanbod. Het is breder dan die spar die in vogelwaarde is.
Ja, het leven in Nederland is toch redelijk duur op het gebied van voeding. Zeg, ik ben rap aan 50 euro. En waar dat je ook maar gaat, ik zeg, iedere winkel heeft iets interessants. Als je naar de Albert Heijn gaat, heb je vaak 1 plus 1 gratis. Zo verschillende opties. Van promotie, ik zeg hem dan ook, ja, de Lidl, die hebben ook wel goede prijzen, maar dat aanbod van 1 plus 1 gratis en zo, dat vind ik dan niet. Dus het is wel interessant. Albert Heijn, de MT. En dan ja, die Spar is meestal voor sporadisch, als je iets vergeten bent. Maar ja, ik zeg ook, wat kan je kopen in die kleine Spar? In Vogelwaarde, brood, melk, eieren en voor de rest is er ook niet zoveel. Ik val nu terug, want ik zeg, de bus halte is er niet. Ik zeg, hier de straten van Kloosterzand, ziet er even rustig uit als in Vogelwaarde. Ja, hier ook Kloosterzand heeft toch ook een bepaalde vreemde leegstand. Hier bijvoorbeeld heb je ook nog een prachtig gebouw. Daar stond er vroeger kinderkribben op, die er niet meer is. Misschien is die verhuisd. En dan ook, ja, de mensen van Kloosterzand hebben 15 minuten van Hulst. Kloosterzand hangt af van de stad Hulst, administratief. En ze kunnen er ook niet naartoe, dus in feite, ja, in 15 minuten van hier ben je in Hulst, maar je kan wel van hier naar Terneuzen. Dat is het ongelooflijk van al, dat je naar Terneuzen kan gaan, laat ons zeggen, een goed half uur, 40 minuten. En ondertussen in het busstation van Hulst, rijdende bussen naar Terneuzen, rijdende bussen richting station NS Goes. Die rijden 7 op 7. Dus wilt je nu naar Goes gaan, naar het treinstation, je hebt de bus niet. Ja, natuurlijk het verhaal van de haltetaxi, nee, dat is een feit, maar het is niet logisch, want ik zeg, er is een bus die er is. De bus die is aanwezig. Moest die helemaal niet aanwezig zijn, zou ik begrijpen, maar de busteam rijdt hier op de zaterdag. Terneuzen, Kloosterzande. Maar niet naar Hulst. Nee, dat is de onlogica van heel de zaak. En ook voor de kosten, nee, als je een abonnement hebt. Je hebt de kosten extra te betalen. Zelf, al is het maar enkel euro's, maal 20 per maand, nee, dan kun je vlug uitrekenen. Ik ga hier nog even in de straten hier van Kloosterzande. Maar het is ook niet eenvoudig hier voor die bewoners momenteel. Het is wel vreemd dat dat hier hernieuwd wordt, want ik zeg, het is nog niet zo een druk gebied. Ja, sommigen doen toch een poging met de fiets, maar niet evident. Voilà, we zijn hier terug aan Kloosterzande Molen. Dus de buschauffeur zei, lief aan de andere kant van de straat te staan. Ja, het zijn allemaal mooie dorpen, dat is een feit. Ik zeg, ik ben hier ook dicht bij Walsoorden.
prachtige dijk om te gaan fietsen en zo. De overkant. Ja. Het is nog 30 minuten wachten op een bus. Ik zeg, het is maar 1 per uur. Dat is natuurlijk wel de luxe van België, van 3 bussen per uur te hebben, of zelfs meer. Maar ik zeg, hier in de andere steden, Eindhoven natuurlijk, die regio's, Rotterdam, is het ook perfect geregeld. Het is enkel Zeeuws-Vlaanderen, de hele regio, die het zo moeilijk doet. Voilà, dat was even de trip naar Kloosterzande voor de aankopen op een zaterdag.